welkom bij de eerste video van het YouTube-kanaal van Neesjeslinde. Ik ben Emma en we gaan laten zien hoe je een pony goed moet poetsen en opzamelen. En de pony waarvoor we mee gaan gebruiken is Noortje. Oké, Emma heeft de wasbastel vast en daar gaat ze een ronddraaiende beweging mee maken. Om te zorgen dat alle haren, losse haren en vieze haren van het pony afkomen. En dat ze daarbij gelijk de huid lekker masseert. Als je heel goed kijkt, kun je zien dat Noortje het heel erg lekker vindt. Noortje is namelijk lekker met een lipje omhoog. Oh, lekker hè Noortje. En daarmee zorg je dus dat de pony goed schoon wordt, dat hij de huid goed masseert. Goed voor de goede bloedsomloop van de pony. En alle haren komen lekker los. Laat de borstel even zien hebben. Dit is de andere soort rasborstel, dus de plastic borstel. Daarmee haal je de losse haren een beetje eraf en masseer je daarmee ook nog een keer de huid. Het is heel belangrijk om poetsen om deze te gebruiken om alles goed los te maken. Met deze borstel en met de rasborstel mag je alleen maar het lijf poetsen en niet de benen. Want daar zit niet zo heel veel vet op. Je bent alleen maar bot, dus dat is niet zo heel handig om daarmee te poetsen. Dus hiermee borstel je alleen het lijf. Als er heel veel haar zit, moet je wel eens de haren eruit halen. Omdat, ja, anders raak ik de borstel heel vol. Dus dat moet je dus wel eens doen. En dan ga ik nu met de harde borstel en dan mag je gewoon een hele paar mee poetsen. En dan moet je ook gewoon recht mee over, over de lijf. Ja, met de haren mee borstelen. Met haren mee. En daarmee kun je de benen borstelen en dan haal je alle rest van het vuil en van de haren van het lijf van de pony af. Zachte borstel en daar kan je ook het hoofd mee borstelen en dan haal je ook de laatste vieze dingen mee weg. Nou, in deze tijd van het jaar is het heel belangrijk dat je veel poetst, want ze verharen natuurlijk ook veel. Kijk maar naar Emma de jas. Oké, we gaan nou de voeten uitgraven. Je gaat naast je pony staan op je paard. Je gaat met je hand naar beneden. Je leunt een beetje tegen de schouder aan. Voetje. En als het goed is, pak je dan de voet op. Uitdaging. Noortje vindt het niet zo heel leuk, maar goed. Dus zo nog een keer. Naar beneden. Tegen de schouder aan leunen. En de voet optillen. Achter. Ook weer, ga hetzelfde voor, met je hand naar beneden. Wat doet u midden? Voetje, je hand aan de zijkant en ietsjes naar achteren trekken. Dat je hem zo goed vast kunt houden. En dan kun je met de andere hand de hoef uitkrabben. Je moet dus zo naar beneden met de hoefkrabber. En je mag niet in de straal en dat is een V-vormige... het is V-vormig. Ze zit in het midden van de hoef. Wat je hier tussen ziet, noemen we de straalgroeven. Zit hier aan de zijkant en daar kun je dus wel met de hoevenkrabber langs gaan om de viezigheid eruit te halen. En dan kun je ook de straal heel goed zien. Er komt nog steeds heel veel vuil uit. Dus allemaal van de wei ook. Ik had de wei gestaan vanmorgen. En dan goed met het basteltje nabastelen. En dan is de hoef dus rond. Oké, we deden het even bij een ander paard. Noortje heeft een manenkam en daar konden we het niet goed laten zien. En dit paard heeft langere manen, dus daar konden we het beter laten zien. Dus vandaar doen we het bij een ander paard. Zo, eigenlijk ga je steeds meer naar boven. En ik heb ze zo al bijna doorgekant.
de manische doorkant. Nou, dan haal ik de laatste strooi er nog even uit. Ja, moet je goed zorgen hebben dat je een zijkant van je paard blijft staan. Ja. Maar nu moet je erachter en dan kan je het af van je paard krijgen. Maar dan moet je de zijkant staan en dan veiliger, hè? Ja. En we kammen de staart dus niet door. Eigenlijk niet echt door. Want als je dat gaat doorkammen, trek je heel veel haren eruit. Als je zo doet, zie je ook al dat je wel veel haren eruit trekt. Maar je mag wel uitpluizen, maar en dat doe je met je vingers of met je handen. Normaal gesproken zadel je een paard natuurlijk op in de stal. En dan begin je altijd met hoofdstel. Maar wij laten het hier de poetsplaats even zien. Dan hebben we meer ruimte en zo. En na het rijden of voor, moet je ook altijd even goed op de plekken doen waar poetsen waar het hoofdstel is. Met de zachte borstel. Bijvoorbeeld hier. En hier. Of daar. Want er komen vaak zweetplekken door het hoofdstel. Dus daar moet je ook even goed poetsen met de zachte borstel. Ik heb hier de mattengaal los bij het hoofdstel, dus deze. Omdat je normaal geen mattengaal in hebt, wat je normaal gesproken doet, dus je pakt de teugels en de lus van de mattengaal en die gaan zo samen om het hoofd heen. Moet je ondertussen een beetje vastmaken, Ebbe? Ja. Hals laten we nog even af. Een beetje lastig. Aan de linkerkant van je pony staan, dan word je een beetje moe geworden. Je houdt zo de hoofdstel vast, je hand onder de mond en als de mond open gaat, doe je op deze manier het hoofdstel om. Kuif goed doen, dat geen haren dubbel zitten. Dit is de neusring. Dit noemen we een gecombineerde neusring. De bovenste gaat hier onder de bakstukken door, dit zijn, dat noemen we de bakstukken. En die maak je hier aan de achterkant vast. En dan moet je hier aan de voorkant makkelijk twee vingers tussen passen. Dit riempje noemen we de sperriem, dus het is onderdeel van de gecombineerde neusriem. Die moet aangesloten zitten. Nog niet heel strak, maar gewoon aangesloten. Dat hij zijn mond niet zomaar kan opendoen, dat hij wel gewoon vast zit. Dan hebben we hier nog de keelriem. Die gaan hier onderlangs, achter de keel langs. En die maken we hierboven vast. En hier moet een platte vuist tussen passen. De keelriem is eigenlijk gemaakt om ervoor te zorgen als je vooral voor je pony afvalt, dat niet zomaar het hoofdstel van je pony af kan vallen. Nou, functioneert het niet helemaal zoals het hoort te functioneren, maar dat is eigenlijk de reden van de keelriem. Altijd ook even goed zorgen dat je deze dingen goed dicht maakt, dat het niet zomaar open kan gaan. We hebben hier twee verschillende dekjes. Dat is het dekje wat Abby even noemt zo'n polypad. Er zitten helemaal geen lusjes aan. En dit dekje wat ik hier heb, daar zitten wel lusjes aan. En die worden aan het zadel vastgemaakt en hier gaat de single erin. We gaan beide dekjes even uitleggen. We gaan twee zadels laten zien. Het dressuurzadel van Noortje zelf en een volzijdigheidszadel. We beginnen bij het dressuurzadel en dan gaan we dit dekje gebruiken dat Ebben in de hand heeft. En Ebben gaat nu laten zien hoe ze hem erom moet leggen. De ronde kant van het dekje moet altijd naar voren. Dat gaat heel vaak fout gedaan. Altijd zorgen dat die teugel naar voren ligt. En altijd zadel erop leggen dat hij eerst nog naar achteren kunt schuiven. Zodat hij niet te ver naar achteren ligt. Ga ik het zadel even pakken. Altijd zorgen dat je het zadel aan de linkerkant erop legt. Probeer het zo zachtjes mogelijk te doen. Zet het zadel erop. Dit dekje trek je altijd een beetje omhoog. Dat hij niet op de schaft ligt. Hier zit de schaft en daar mag het dekje nooit op liggen. Zitten de lusjes aan je dekje, zorg ervoor dat dit door het lusje in komt. En wil je de single even doen? Ja. Dit zijn lange singelstoten, zo noemen we deze dingen. Dat zijn de singelstoten. En dit is namelijk een dressuurzadel. Er zit een korte single aan. En die single maken we dus hieronder eigenlijk een beetje vast. Als je opstaat, maak je de single nooit strak. Zorg dat hij er lekker los omheen zit. Pas als je in de binnenbak bent, ga je de single strakker maken. Dan kan de pony even wennen aan de druk van de single. Het is natuurlijk niet zo fijn om gelijk de single heel strak aan te trekken. Dus zo leg je een dressuurzadel op de pony. Nou, dit dekje gebruiken we bij het volzijdigheidszadel. En die leg je gewoon hetzelfde erop. Ook ver genoeg naar voren. En dan kun je zo altijd om naar achter schuiven. Zo. Nu hebben we hier het zadel. Ook weer hetzelfde. Die leggen we erop. Eerst het verschil is dat je aan de andere kant even wel goed legt, Emma. Ja. Deze trek je er omhoog. Dan heb je dus dat het dekje er wel goed recht onder moet liggen. Dan hebben we deze lusjes, mochten die een keer niet vastzitten. Hier hebben we de singelstoten. Daar gaat de singel aan vast. Deze maak je open. En die doe je om, of om alle drie, of om de voorste twee.
En dan maak je hem weer vast. Hangt een beetje en dan blijft het dekje goed op de plek liggen. Daarvoor zijn deze dingen. Ik zie dat je bij deze het om alle drie weer moet doen, omdat anders het dekje naar achter gaat schuiven. Ja, die kan vastgemaakt hebben. Ja, dat doe ik hier doorheen. Ja, dan hebben we nou de singel. Hier, door dit singellusje heen. Mag ik even laten zien? Dan heb ik de singel hier doorheen. Want zo blijft het dekje ook goed liggen. Normaal gesproken zit het echt altijd wel vast. Maar heel soms wil het gebeuren dat het los zit op het dekje. En laat was het een schoon dekje in te regenen. En daarom is het wel handig om het weer nu af te maken. Nou, dan pakken we de singel. Hop, nooit hier is ook de singel. Ik ga wel checken of hij nou goed ligt. Hoe kun je dan zien dat de zaal nou goed ligt? Je legt hem goed naar voren en dan schuif je hem naar achteren. Dat is niet eigenlijk niet meer dat je zelf naar achteren in schuift. Maar nu druk je tegen de zaal aan, het zaal schuift niet meer naar achteren in. Dan ligt hij goed. Dan hebben we de singel. Hier hebben we de elleboog van de pony. En daarachter loopt de singel langs. De singel gaat weer door het lusje heen. En dan maak je hem aan de twee buiten singelstoten. Maak je hem vast. Dit zadel is niet van nooit en daarom is de singel dus heel erg los, maar dat is niet zo erg. Maak je zo vast. Dit is zo'n flapje. Die er overheen. En dan weer zo. En dan is je pony even zadel op. Nou, hier heb je dus een lus. En een martegaal. En zo maak je hem vast. Dan hou je de singel hier doorheen. En dan maak je de singel gewoon vast. Dus je moet die lus daar doorheen halen. En dan goed zelf de lus midden onder de buik leggen. Ja. Als je de singel vastgemaakt hebt. Doe iets eerst en dan kunnen ze de rondjes van krijgen. Ja. Zo. Nou, ik ga even uitleggen hoe je het peesbusscherm om moet doen. Je gaat van boven naar beneden. Want dan zit hij altijd op de goede plek. En je moet niet te strak aantrekken, want dit is elastiek. Een klittenband moet altijd naar buiten wijzen. En deze eigenlijk iets te groot voor Noortje, want normaal heeft ze geen peesbeschermers, dus we hebben even wat te groot gepakt. Bij de achterpeesjes is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Je moet van boven vastmaken en naar beneden. Dan zit ze altijd al op de goede plek. Dan naar achteren neerwijzen, dat is heel belangrijk. Maar we moeten naar achteren wijzen. Als je pony gaat lopen en hij schuurt ergens langs de muur en hij wijst naar voren, dan kan hij, omdat hij meestal voorwaarts loopt, kan hij zelf de beenbeschermen losschuren en zo blijft hij eigenlijk altijd vastzitten. Nou, dit is dus een ander soort achterpeesje. En dit moet naar binnen wijzen. En ik ga gewoon weer van boven naar beneden. Zit hij altijd goed. En bij deze wijst dit dus naar binnen. Oké, ik ga nu uitleggen hoe je de pony moet afzadelen. En normaal gesproken ga je dus uit de bak naar de stal toe en haal je als eerste zadel af. Dus je maakt de singel los. En hier zit dus een martegaal aan. Dus dan moet je de martegaal er eerst uithalen. Dus de singel moet je daar uithalen. Laat hem voorzichtig zakken. Dan ga ik even naar de andere kant om de singel eroverheen te leggen. Over het zadel. En dan ga ik weer naar de andere kant om het zadel ervan af te halen. En dat doe je zo. Oké, nu gingen wij het zadel neerleggen en hier hadden we het fout gedaan. Want we deden de singel niet over het zadel heen en dan kan die beschadigd raken. Anders kan die niet kapot raken. En je legt het zadel zo op de grond. Nu leggen we het zadel goed neer, we doen de singel over het zadel heen. Dan komen er geen beschadigde plekken op het zadel. Kan niks beschadigen. Oké, we hebben het zadel eraf gedaan. Nou moet het deken erop. Als een paard of een pony een beetje gezweet heeft, is dit een zweetdeken, de vliesdeken noemen we dat. Dan doen we die als eerste erop. Ontduur het aan de linkerkant van je pony. Meestal zit aan de voorkant een bondje. Dan kun je heel goed zien wat de voorkant is. Leg het ook weer rustig op. En dan zorg je ervoor sowieso bij elke deken dat je als eerste bordje blijft staan. De deken vastmaken, de deken niet naar achteren kan schuiven. En als de deken naar achteren glijdt, dat er dan geen singels vastzitten waar hij zijn benen over kan breken. Deze deken zorgt ervoor dat hij goed kan afkoelen. Soms zit er aan de achterkant een lusje. Die zit er nu niet meer aan. En dan kun je de staart onderdoor doen, zodat de deken goed blijft liggen. Ga ik nog even de singel pakken. Hier hebben we nog een losse dekensingel. Die moet er eigenlijk altijd omheen zorgen dat de deken er niet af kan glijden.
rustig over ze heen. Die gaat echt op dezelfde plek als de gewone singel. Zorg altijd voor dat de gesp een beetje aan de zijkant zit, dat hij niet erop kan gaan liggen. Dat is natuurlijk zo fijn dat hij erop ligt. En ook even het deken weer recht trekken. Nou, als je pony nou helemaal niet warm of nat, dan kan de staldeken erop. Of als ze droog zijn nadat je de vriesdek op gedaan hebt, dan leggen we de deken erop. Ook dit doe je weer rustig. Dat je niet schrikt van de deken. Bij de deken mooi recht te leggen. Ik kan hem een beetje overheen, dan loop je altijd van de andere kant om de deken aan de kant goed te leggen. Weer met je hand onder de deken, zodat er geen drinkjes onder de deken zitten, maar nu doen ze hem wel. Zo. Ook nu maak je de eerste voorkant van de deken vast. Als je de deken er nu afhaalt, begin je aan de achterkant en eindig je aan de voorkant. De deken vastmaken, begin je aan de voorkant en eindig je aan de achterkant. Zo kan de deken nooit zomaar van je paard afglijden. Voorkant dicht, dan trek je een beetje naar achter dat je goed recht ligt. De singels zitten hieronder hangen die. Die maken een kruis onder de buik. Die maak je hier vast. Deze gaat zo doorheen en dan draai je hem vast slag. En deze hetzelfde. Schuin je erin en je draait hem weer terug. Dan hebben we hier de billenkoorden. Die hangt, eentje hangt hier, zie je. Die andere is kapot. Maar hij is aan de andere kant. Dan maak je opzij. Als je pony nou in de stal verkeerd staat, je moet opzij. Dan gaan we opzij. Dan heb je met de zijkant even ietsjes tegen. Opzij. En dan gaat hij opzij. Deze gaat tussen de achterbenen door. Gaat hier naartoe. Een heel ringetje. En dan maak je hem maar vast. Normaal gesproken zit er aan de andere kant ook nog eentje. Die haal je dan door deze heen. En die maak je dan aan de andere kant aan het ringetje vast. Zit er nou maar eentje, dan doen we hem kruislinks. Dan gaat hij zo deze kant op. En dan maken we deze kant vast. Nu leggen we het hoofdstal eraf moet halen. En dan doe je als eerst de keelring loshalen. En doe je gewoon zo. Dan doe ik de hoge neusring. En met rijen moet je altijd onder, onder het bakstuk, heet dat volgens mij, moet je het onderdoor doen, anders kan je niet meer sturen. Dus dan moet je het onderdoor. En dit is de sperriem. Ja, de sperriem. En die moet je dus losmaken. En daarna moet je hem altijd vastmaken. Anders kan die eruit gaan. Dus dan maak ik hem weer vast. Nou. Okay, normaal gesproken, als je in de stal staat, pak je de teugels en de magnograal en de oren en haal je alles tegelijk eraf. Dat doen we nu ook. Haal hem af even. Je moet uit de mond trekken. En nu gaan we natuurlijk wel even met hals erom doen. Want anders klopt nooit je weg. Dit was dan de video en als je nog vragen hebt, laat zeker even achter in de reacties. En als je een leuke video vond, doe dan een duimpje omhoog. Dus tot de volgende keer, doei!